Want mijn eerste gesprek, of de eerste expert die we hebben uitgenodigd, dat is Pedro Rapé. En wij gaan het hebben over informatietechnologie, over big data. En Pedro Rapé is een vijfde generatie zeevisser uit het Belgische Knokke-Heist. En na 35 jaar op zee is hij zich steeds meer aan het toeleggen op het vertellen van het verhaal van de zee. En dat doet hij door middel van fotografie, maar ook dus door die informatietechnologie. En wat betekent dat nou precies? En welke kansen biedt dat voor de visserij? Daar gaan we het met hem over hebben. Welkom Pedro. Dag Thomas. Fijn dat je hier vanmiddag wil zijn met ons om je kennis en je inzichten te delen. Ik was eigenlijk benieuwd, vis je op dit moment nog? Nee, ik ben dusdanig bezig binnen het idee en binnen het project Catching Data en Vistools dat het vissen voor mij niet meer haalbaar was om het project te vervolledigen en naar alle facetten te voldoen. Zo, jammer genoeg, maar ik hoop heel binnenkort om de systemen, om de mensen te begeleiden en nog eens van het zeeleven te kunnen proeven om binnenkort met de nieuwe Z483 die nu in Stellendam afgebouwd wordt, even kunnen een reisje meedoen. Oké, helder. Was dat een moeilijke stap voor jou om het vissen zelf los te laten en nu meer op andere vlakken? Zeker weten. Maar goed, ik ga op zee van 16 jaar. Fysiek werd het altijd maar lastiger en lastiger. Ik ga nog heel graag op zee, daar lig ik niet aan. Maar de laatste jaren dacht ik nou, wat kan ik doen met mijn kennis en hoe kan ik nog blijven werken tot aan mijn 67ste en nog iets betekenen. En zo ben ik geleidelijk aan mijn ideeën aan het ontwikkelen en voltijds op land beginnen gaan werken. Maar voor mij was het wel een dingetje van op zee gaan, na 8 uur op een bureau plaats gaan zitten en stilzitten. Dat was een moeilijke, zware overgang. Maar ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat vertellen hè, van het verhaal van de zee, want ik heb van je beeldmateriaal heb ik gezien. Er is zelfs beeldmateriaal van jou inmiddels te koop in een kunstgalerij. Ik denk niet dat er veel vissers kunnen zijn die kunnen zeggen dat hun producten in een kunstgalerij hangen. Als ik jou zou vragen om in een paar zinnen het verhaal van de zee te vertellen, wat zou dat verhaal dan zijn? Voor mij was de zee een uitdaging. Kijk, iedereen kent een boer en wat de boer doet op land. Maar wat doe je visser exact? Hoe vertel je het verhaal? Hoe breng je het bij? Dat is iets wat weinig mensen nog kennen. En het is iets wat we allen zouden moeten koesteren. Ik denk dat we het bij het oudste beroep horen. We zijn jagers, tenslotte. En we brengen ook nog altijd een stukje ongemanipuleerd voedsel op het bord, wat dat bijna haast niet meer bestaat. Ja. En je fotografeert dus ook om dat verhaal te vertellen. Die informatietechnologie, dat stukje hoort daar volgens mij ook bij, om dat verhaal te vertellen. Waar komt die passie vandaan? Als kind had ik altijd de grote passie voor homecomputers, computers, informatietechnologie, wat dat erbij hoort. Maar met de komst aan boord, ik heb alle evoluties meegemaakt, van Deca naar GPS en nu ook naar VSAT, internetmogelijkheden. Heb ik 4, 5 jaar geleden zitten nadenken, de VSAT komt aan boord, dus we kunnen eigenlijk het schip IoT connecteren. En wat zijn de voordelen ervan? Hoe gaan we dat doen? En qua instrumenten ben ik wel behoorlijk kundig, scheepsinstrumenten. Alle instrumenten spreken dezelfde taal, NMEA 183, zouden we die kunnen bundelen en dan parsen en naar de cloud sturen. En welke partijen zouden er van daaruit interesse hebben in onze data? En hoe ontstaat zoiets dan? Want jij werkt dan aan boord, jij werkt met al die machines. En jij ziet dat er een ontwikkeling plaatsvindt. Want die VSAT, dat heeft ermee te maken dat er tegenwoordig dus sneller internet op de schepen beschikbaar is. Hoe kom je bij zo'n eerste idee? Wanneer
een inheving en dan heb ik samen met mijn zoon een theorie op papier gezet. Alles is eigenlijk bestaan uit een theorie. Zijn we daarmee naar de bedrijven geweest? Waren we heel warm onthaald bij ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek in België, bij Hans Polet. En die zei van, kijk Pedro, wij hebben interesse in jouw idee. We zullen een pilootproject eruit schrijven, een EMVZV, een pilootproject, en kijken waartoe we raken. En van een Vistools 1 kwam een Vistools 2 en nu zitten we Vistools 3. En hebben we een Vissim, hebben we een project gedaan voor Horizon 2020. En zo groeit het data-idee meer en meer. Dus wat wel belangrijk was in die eerste stap, is dat je had dat idee en toen ben je eigenlijk gaan rondvragen in je netwerk. Zelf proberen met huistuin en keukenmateriaal. Ik had de privileges. Kijk, ik heb 21 jaar voor mijn vader gevaren. In 2006 zijn onze schepen gesaneerd. En toen vaarde ik bij mijn neef Danny Vlietink. En daar had ik de carte blanche, eigenlijk de autonomie. Als ik de wacht had, dan kon ik ook tegelijkertijd mijn wacht doen en aan mijn projecten verder werken. En zo heb ik langzaam maar zeker alles kunnen begrijpen en eigenlijk van de theorie naar een proof of concept kunnen gaan. En heb ik dan ook samen met ILVO die proof of concept verder uitgewerkt en aan de hand van een laptop, maar ik was niet helemaal tevreden. We wilden naar een eerste prototype en we wilden ook van die laptop af. En heb ik een bedrijfje leren kennen ook in de plaats waar ik woon, DP Technics, vader en zoon, die al mijn ideeën op printplaat konden plaatsen en die daar dan nog eens bovenop de software konden schrijven. En zo is een heel boeiend verhaal en wisselwerking ontstaan tussen ik en mijn zoon eigenlijk en DP Technics, ook vader en zoon. Ja, dat is een heel mooi traject wat je beschrijft. Dus je hebt eigenlijk een begin gewoon in je loze uren, ook aan boord, als je wacht moest lopen, heb je daaraan verder gesleuteld, totdat je dacht, dit is voldoende om... ergens met anderen over te gaan praten. Toen heb je andere kennis er nog bij weten te halen. En die hebben dat voor jou vertaald in een product. En wat was dan het eerste product? Dus na dat proof of concept, zoals je dat beschreef. Wat kwam daar dan uit? Dan hadden we een eerste dataconcentrator. Hoe kunnen we een toestel maken die alle mogelijke datastromen van aan boord van een schip... Er is 232, RS422, RS485, CAN-bus, Modbus, LAN-1, Bluetooth, LoRa. Alle mogelijke stromen kunnen bundelen op één klein toestel die continu dag en nacht draait, dat je niet kunt uitschakelen, die heel, heel goed zijn werk blijft doen en die niet beïnvloedbaar is van aan de buitenkant. Dat was voor ons wel een ding. Dat kregen we voor elkaar, maar ik liep wel tegen installaties aan. En die installaties zijn heel moeilijk en best wat pittig. En toen werd ik op Urk onthaald door Meindert Jan de Boer, van de Boer Marine, die mij dan hielp in het installeren en ook nu het verder ontwikkelen van het platform. Oké, en ik wil hem graag een beetje opknippen, want je noemt een heleboel termen waarvan ik denk, ik ben zelf ook een leek op dit gebied. Je noemde aan het begin een hoop eigenlijk output van zo'n machine. Dus de manier van, is dat dan de taal die de machine spreekt? NMEA 183 is goed begrijpbaar en dan kun je posities, snelheden, koersen, dus als ik het goed dieptes begrijp, op een schip heb je dus verschillende installaties die allemaal in het begin, zei je, op een andere manier communiceerden en dat moest je eigenlijk gelijk trekken, zodat je dat op eenzelfde manier kunt behandelen. En dat was best wel een uitdaging. Van, het ene schip heeft een JRC, het andere schip heeft dan terug een Furuno. En om die stromen, om die drivers allemaal te kunnen schrijven. Maar ondertussen zijn we zover dat alles feilloos werkt. Ja, precies. Ja. Dus je moest allemaal afstemmen op hetzelfde kanaal. Dan kun je daar iets mee. Oké. En als we nou een stap terug doen, hè, wat betekent nou voor jou big data? Ik heb eigenlijk alles is begonnen uit een traject die ik gelezen had, visserij verduurzaamd. En daarin staat wel, ik denk 20 keer in heel het dossier,
aangehaald, betrouwbare data. Hè? Guardians of the sea, een visserman moet instaan ook en moet betrouwbare data kunnen naleveren. Daar is er een nood aan. Aan transparantie, traceerbaarheid en ook aan datastromen. En kijk, we vissen op vis, dat is normaal. We doen ook fishing for litter. Zouden we als visser ook niet op data kunnen gaan vissen? Zou elk vissersvaartuig niet kunnen een survey-vessel zijn? Survey-data is best wel dure data. Maar wij kunnen evengoed survey-data gaan bovenhalen. Uit dit idee is het ontstaan allemaal. Ja, dus vanuit dat idee heb je gedacht, met die data, daar liggen gewoon kansen. Daar liggen kansen, ja. Voor ons als visser om daar een rol in te spelen. Ja, dat is mooi. En vanuit... Stel, we beelden een visserschip in. Dan heb jij het al over, je moet die verschillende machines, moet je elkaar af laten stemmen, dat ze op dezelfde manier communiceren. Waar kan ik overal sensoren vinden? Wat kan ik meten als ik aan zo'n visserschip... We delen eigenlijk een schip in drie delen. Hè. We hebben op het schip, we hebben rondom het schip en we hebben ook onder het schip. Zo, dus onder het schip, hè, laten we daarmee beginnen, dat is subsurface data. Subsurface data, die verkrijgen we door een NKE-sensor. Die kunnen zoutgehalte, conductiviteit, turbiditeit, dat is troebelheid, en temperaturen. Dat zijn best wel belangrijke waarden voor wetenschappelijke instellingen die onderzoek doen op klimaatopwarming. Maar ook UK Met is een afnemer van onze data, weersvoorspellingen van het Verenigd Koninkrijk, die aan de hand van die dataprofielen ook het weer voorspelt. Zo. Er zijn best wel kansen en real-time data bestaat niet. En wat bedoel je daar precies mee? Kijk, we hebben nu 3 testschepen die met dergelijke sensoren zijn uitgerust. De UK-64, de Tessel 1 en de Tessel 43. We hebben het nog steeds over die subsurface. Die subsurface. Ja. En die elke keer als de netten boven komen, die sturen die verticale dataprofielen direct door. 8 keer ongeveer, of 8 tot 10 keer per dag, dag en nacht. En er is best wel interesse enkel al in die data. Maar goed, dan hebben we de data op het schip. Hè. Zoals ik vertelde, verzamelen we instrumenten, data vanuit de brug van de instrumenten. Maar kunnen we ook weegschaaldata kunnen we ook doorsturen. Machinekamerdata, temperaturen van visruim. Daar liggen ook heel veel mogelijkheden in. Bijvoorbeeld als we ontwikkelen ook zelf die sensoren, die LoRa-sensoren. We plaatsen bijvoorbeeld een sensor op de lenspomp. Die geeft ons dan terug een alarm als de lenspomp droog draait. Dit is iets die nog niet bestaat. We hebben sensoren die we op een breker kunnen zetten, op een zekering. Die nagaat hoeveel stroom die er door een zekering gaat. Als er bijvoorbeeld een elektromotor bezig is met het stuk gaan, of als er een fase kapot is, gaan we dat al merken. Fysiek ga je niks zien gebeuren, maar wij kunnen een soort maintenance op afstand. Dat kunnen we er ook mee doen. Ja, dus eigenlijk een hoop. Dus je hebt zowel sensoren waarmee je dus waardes aan de buitenkant van het schip kunt meten. Ja. Het water aan de lucht, conductiviteit. Maar tegelijkertijd dus ook op het schip. Op het schip. En dat kan je dus onder andere ook voordelen bieden bij onderhoud, zoals je dat zegt. En dat is iets wat nu al in de praktijk... Ja, nu wordt het... Maar goed, alles is nog maar in zijn kinderschoenen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. We zijn nog bezig met het ontwikkelen van nieuwe sensoren. Kijk, alles bestaat al. Hè. Bedoelen, en als je begrijpt, als je techniek begrijpt, componenten kosten 2 keer niks. Alles wat je wil, kun je maken. Alles. Als je maar de puzzelstukjes op een goede manier in elkaar brengt, kun je mooie dingen maken. En die dingen die je net beschreef, die worden nu al op die 3 schepen? Die staan op die 3 schepen. Die staan op die 3 schepen. Ja. En stel, ik ben nu schipper-eigenaar en ik vaar niet meer. Wat kan ik dan met die data als ik op het land zit en ik... Het mooiste is eigenlijk, en daar is alles mee begonnen met het VisTools-project, is die datastromen kwamen bij het Instituut van Landbouw en Visserijonderzoek. En daar hebben de programmeurs eigenlijk met
de brandstofmeting, de weegschaal, dus de vangstgegevens en de positie. Die drie parameters, een hele mooie Power BI gemaakt. Power BI is Microsoft, Power BI is Business Intelligence, een soort Excel dat je kan spelen met allerlei variabelen en met allerlei parameters. En krijg je heel mooi inzicht waar, in welk gebied heb je de meeste tong gevangen of het meeste kilo's of het meeste omzet gegenereerd. En die hebben daar een heel mooi project, een heel mooi platform rondgemaakt. En eigenlijk elke concentrator die wij plaatsen, als de mensen zeggen van kijk, wij zetten onze poorten open naar het ILVO, dan krijgen zij als wisselwerking zo'n een desktop, zo'n Power BI. En die concentrator is dan hetgeen waar alle data... Dat is het toestel die alle data verzamelt. En die kun je dus via een cloud-functie, als ik het goed begrijp, kun je die benaderen. Daar kun je heen en dan kun je, dan kun je eigenlijk de data van het schip kun je inzien. Ja, en dan komen we natuurlijk bij van wie is de data? En dat is... dat was best wel het dingetje om juridisch alles uit te spitten. Kijk, de reder is en blijft ten aller tijde eigenaar van zijn data. Op het moment dat wij een toestel installeren aan boord, wordt onmiddellijk overgedregen naar de reder en hebben wij totaal geen inzicht er niet meer in. En de reder van thuis uit kan dan verdelen met wie hij wil samenwerken. Want dit is best wel een gevoelig punt, begrijp ik soms ook vanuit de visserij. En dat kan ik me misschien wel voorstellen van, ja goed, ik ga een hoop data verzamelen. En wie krijgt dat dan in te zien? Zo lees ik onlangs over de camera's die Brussel aan boord wil hebben. Heeft dat iets van raakvlak met dit onderwerp? Of? Ja, zeker. Ik denk en ik geloof erin ook. Kijk, met zo'n toestel zijn we de overheid ook een stapje voor. En de overheid vindt het ook niet mis dat we vanuit de sector zoiets ontwikkelen en zeggen van kijk jongens, als jullie transparant zijn met jullie data, begrijp me ook wel dat je daar moet voor beloond worden. En ik vraag me af, als we echt heel transparant zijn, tot op kistniveau, hoeven camera's eigenlijk dan nog wel, als we aan zo'n project vrijwillig mee gaan werken? Ja, dat is een goede vraag, denk ik. Dus als ik het mag samenvatten over wat de mogelijkheden zijn, dan is het enerzijds, je kunt dus data verzamelen vanuit het water, dus temperatuur en dat soort dingen. Dat is ook geld waard, zeg je eigenlijk. Daar zijn absoluut. Partijen in geïnteresseerd. Anderzijds krijg je dus beter inzicht in vangsten. Waar ben je geweest? Wat heb je gevangen? Maar ook onderhoud. Dus je kunt het op machines installeren. Wat zijn nog... Zie jij nog meer mogelijkheden richting de toekomst? Waar? Modellen maken in samenwerking met wetenschappelijke instellingen ook. En dat wordt uiteindelijk de toekomst. Dat we eigenlijk veel gerichter gaan kunnen vissen. En dat we ook gaan kunnen bewijzen van kijk, we gaan ook die kleinere soorten, die BMS, gaan we proberen te mislopen aan de hand van modellen, aan de hand van data die we verzameld hebben. Dus, als je het hebt over de toekomst, het zijn misschien best wel roerige tijden in de visserij. Vond ik ook wel mooi. De overheid heeft me benaderd en gezegd van kijk, wij weten hoe de visser gebukt loopt onder allerlei reglementeringen. Het is bijna niet meer leefbaar. Voor ons is het 5 voor 12. We zouden eigenlijk graag een stukje tegemoet komen en kijken van... Zijn jullie transparant met de data, dan worden jullie ook beloond. En dat is de weg, denk ik, dat we de komende jaren gaan inslaan. Nou, mooi. En nog een vraag om af te sluiten. Als jij verder kijkt naar de toekomst en zegt van hoe zou voor jou het ideale schip met betrekking tot dit onderwerp er in pak en beet 2040, 2050 uitzien? Ik denk en ik geloof al in vis sorteren op voorhand, een sorteerinstallatie, dat we de keten kunnen ook korter maken. En niet zeggen dat we de visveiling ervan tussenknippen, maar dat we toch rechtstreeks online kunnen al verkopen terwijl dat het nog in het visruim zit. Dat we eigenlijk met tussenopslagplaatsen werken. En
ook veel gerichter gaan vissen. Nu vissen we nog altijd op het oud systeem met vraag en aanbod. Maar merendeel is het dus vraag en overaanbod. En dat we dat wat meer op elkaar kunnen gaan afstemmen. En daar zou die informatietechnologie zou daar een grote rol in spelen? U vraagt wij vissen. Dat zou, ja, dat zou inderdaad. Ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor deze antwoorden. Dan gaan we nu over naar de vragensessie. En dan zal mijn collega Roos. Ja.